Dit is het COVID-19 journaal, een programma van het ministerie van Volksgezondheid waarin u wordt geïnformeerd over het nieuwe coronavirus. De strijd is nog niet voorbij, ook niet met de dalende cijfers. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid zegt dat ondanks een flinke daling in de besmettingsgraad van het virus in ons land, de autoriteiten de vinger aan de pols zullen moeten blijven houden. Een heropleving van de coronacrisis hier is reëel, net als in andere landen, nadat de strenge maatregelen waren versoepeld. Het is allemaal in onze handen om deze dalende trend voort te zetten, tot het niveau van 5% van de geteste resultaten. Minister Ramadan roept een ieder op niet te verslappen op het stuk van de regels die per branche in COVID-19 protocollen zijn vervat. Wij zien gelukkig de afgelopen 2 weken een behoorlijke daling in het aantal infecties. Niet alleen het aantal, maar bij ons is met name belangrijk het percentage positief getesten. Dat noemen wij in de medische termen de positivity rate. En de positivity rate staat voor niets anders dan hoeveel procent van het aantal testen is per testronde positief. En ik geef gewoon een simpel voorbeeld. Zeker een maand geleden, in augustus, hadden we een positivity rate van rond de 35 tot 40%. Dat betekent, als ik 100 mensen test, dat rond de 35 tot 40 personen positief waren. Nu zitten we, langzaamaan hebben we die daling gemerkt, naar zeker een 10, tussen 10 en 15%. Dat betekent nu dat van die 100 mensen er nu slechts 10 tot 15 personen positief zijn. Dat betekent dat wij natuurlijk een daling zien, maar dat betekent aan de andere kant ook gelijk dat we nog steeds positieve hebben. En dat is te verwachten, omdat dat niet zomaar weggaat. COVID is absoluut nog niet verslagen. Integendeel zien we in vele landen zelfs een opleving weer. Neem bijvoorbeeld Europa, met name Engeland, Italië, Nederland. Daar zien we weer een stijging. Nadat de overheden langzamerhand ook waren gaan versoepelen en gaan normaliseren, omdat de infecties daar ook waren afgenomen. Dus wij hebben dat nu, wij zijn nu in die fase waarbij wij hebben gemerkt, we komen van een behoorlijk aantal positieve naar een behoorlijke daling. Intussen zijn ook veel mensen genezen en zitten we op dit moment, vandaag is 24 september 2020, op het aantal van 118 actieve gevallen. De maatregelen die de overheid al vanaf het aantreden heeft genomen, hadden als doel met name om de transmissiekans, dus de verspreiding van het virus, in te dammen. Ik heb het keer op keer gezegd, het probleem bij COVID-19 is niet het virus. Het probleem is de mens. En met name bij COVID-19 ontstaat of kan je dit krijgen door mens-tot-mens contact. En met name in close contact. Daarom is het belangrijk dat we de maatregelen steeds in acht nemen. Indien je contact bent met mensen, je mondkap op. En hoe ver moet het contact zijn? Minstens 1,5 meter van elkaar verwijderd. En je moet je handen wassen. Dat zijn de 3 maatregelen die we hebben genomen algemeen. Alle andere maatregelen die we hebben genomen, gefaseerd, soms met een lockdown, soms met een weekend lockdown, met uitgaansverbod, hebben als doel gehad om op de knop pauze te drukken. We hebben op de pauzeknop gedrukt. De mensen zijn tot stilstaan gekomen en zo kreeg het virus dus niet de kans om zich te verspreiden. Dit is een strategie, maar aan de andere kant hebben we ook ons testbeleid aangepast. We gingen veel meer testen. En we testen nog steeds, dat is nog steeds niet veranderd. Maar de maatregelen hebben hun effect gehad. We hebben gezien dat de maatregelen duidelijk hebben gezorgd voor die daling. Maar niet alleen de maatregelen, ook een gezamenlijke inspanning vanuit de gemeenschap. Want de gemeenschap heeft een hele belangrijke rol. Je mag maatregelen doorvoeren als overheid, maar de gemeenschap leeft het niet na. Dan krijg je ook geen effect. We hebben ook gezien dat de handhaving een belangrijke rol speelt. De politie, de autoriteiten, die hebben ingespeeld op de handhaving. Die moesten zaken onder controle krijgen, mensen die toch niet naleven. En dat heeft ook gewerkt. Dat heeft zeker ook bijgedragen. En de diverse sectoren. De diverse sectoren zijn allemaal overgegaan tot het invoeren van protocollen. We hebben protocollen gemaakt
Heel veel bedrijven, heel veel sectoren hebben die protocollen nageleefd, geïmplementeerd, in gebruik genomen. Als u tegenwoordig naar een kantoor gaat, kan ik me bijna niet meer voorstellen dat er geen hand sanitizer daar is of een kraan om uw hand te wassen. U komt zonder mondkap niet binnen. En er zijn aangewezen plekken waar u moet zitten. Dat zijn maatregelen die behoorlijk hebben bijgedragen aan de situatie nu. Ik zou zeggen, het succes nu van de regering. Waarbij wij hebben gezorgd ervoor dat met gezamenlijke inspanning we uiteindelijk hebben gezien dat Surinamers steeds bewuster zijn geworden. Er is veel commentaar geweest. We hebben gezien, de mensen vonden dat we niet dagelijks persconferenties hadden. Maar we hebben wel het COVID-journaal gehad. Persconferenties, ik zelf was er niet van onder de indruk dat dat ertoe bijdraagt, dat het bewustwording geeft aan de samenleving. Wat wel ertoe bijgedragen heeft zeker, is ons COVID-journaal. Want ons COVID-journaal, en niet dat wij als regering het hebben geïnitieerd, maar in het COVID-journaal zijn tal van onderwerpen besproken. Mensen wisten niet hoe het ging in een laboratorium, mensen wisten niet hoe het ging in het ziekenhuis, in een intensive care. En al dit soort zaken zijn besproken, ook psychologen zijn aan het woord gekomen, maar ook de gewone burger van de straat. Dus we hebben met een geïntegreerde aanpak geprobeerd en communicatie ook dit te bereiken. Het is ons geluk, ook dank aan het team van COVID-journaal om hieraan bij te dragen en we gaan daar zeker mee door. Verder is belangrijk te weten dat de protocollen nu op dit moment heel hard worden geïmplementeerd. Er is een proces van controle ook. Wij vanuit het ministerie, vanuit het outbreak management team gaan naar de plekken. Samen met de economische controle dienst, samen met de milieuinspectie, samen met de arbeidsinspectie, samen met de politie of de bestuursdienst. Gaan we kijken naar de plekken. En waar het misloopt, grijpen we ook gelijk in. We gaan niet direct beboeten of wat gelijk vergunningen intrekken. Maar je begint de mensen eerst uit te leggen dat er een protocol is. Als je er niet van op de hoogte bent, hoe je het moet implementeren, dan gaan we je begeleiden. Maar als we weer bij een tweede controle komen en we zien dat diezelfde zaken weer niet in place zijn, dan noopt het ons eigenlijk, je dwingt ons in een bepaalde hoek. Dus we hebben deze afstemming regelmatig nu met de sectoren. De regering die heeft een wekelijkse evaluatie. We moeten de aanstaande weekend gaan we wederom evalueren en besluiten hoe verder. Wij van het Outbreak Management Team krijgen natuurlijk ook de berichten binnen van feesten en andere activiteiten, evenementen die worden georganiseerd. En het is natuurlijk jammer. Er is een presidentieel besluit. We hebben aangegeven dat we ook gezien de dalende trend van cijfers, we ook bereid zijn te gaan normaliseren. Maar natuurlijk wel op een gefaseerde en een verantwoorde wijze. Uitgaansgelegenheden zullen voorlopig nog even moeten wachten voor het houden van feesten. Ook grote nationale feesten als Diwali, Srividensi en Oruyari zullen, naar het zich laat aanzien, op een compleet andere wijze dan de traditie worden beleefd dit jaar. En dan is het heel jammer om te zien dat bepaalde bedrijven of bepaalde sectoren, cafés en andere eetgelegenheden of terrassen, de vrijheid nemen. Eigenlijk zonder goed af te stemmen met het centraal gezag om feesten te organiseren. Om mensen uit te nodigen om te genieten van muziek. Er is duidelijk opgenomen dat feesten zowel in publieke als in private sfeer verboden zijn. Dat betekent, als u jarig wordt, u wordt 50 jaar, dat begrijpen we allemaal, dan wilt u graag een feest, maar het kan voorlopig niet. Het presidentieel besluit staat boven alles. Dat kunnen we niet toelaten. U bent dan in overtreding. U leefde het presidentieel besluit niet na en u stelt zichzelf bloot eigenlijk aan controle. En als u de wet overtreedt of het besluit, dan gaan er gepaste maatregelen genomen worden tegen u. Dus ik roep van hieruit alle plekken op. Er is een café die komend weekend activiteiten heeft georganiseerd. Een café aan de Fred Derbystraat. Ik zeg het gericht omdat we in Suriname zijn, laten we gewoon praten tot elkaar. We hebben gemerkt, de mensen promoten op Facebook dat er een party is of dat er een muziek is en mensen aan te trekken. Het terras mag alleen open voor eten. Dat betekent alleen om voedsel te nuttigen. Muziek, zingen en andere zaken zorgen ook voor verspreiding. Nogmaals, we roepen de mensen op om de activiteiten niet te laten doorgaan. Geen voortgang te laten plaatsvinden. Omdat dit alleen maar problemen gaat brengen voor u als vergunningshouder. U kunt uw vergunning kwijtraken en ik ben heel serieus. Dus nogmaals,
ook mensen die feesten organiseren, ook evenementenorganisatoren, mensen die plekken moeten gaan decoreren. Werkt u niet mee aan het decoreren, want u wordt uitgenodigd, u wordt betaald door iemand. Ik zie zaken ook op Facebook en Instagram en al dat soort zaken, waar mensen ook evenementen gaan organiseren. En dan worden ze natuurlijk betaald, voor hun is dat gedeelte. Maar u werkt ook mee en u kunt ook verantwoordelijk gesteld worden voor de verspreiding. We moeten proberen samen als samenleving nog lager te gaan qua onze positivity rate. De WHO praat van 5%. En nu 5% zit aan positivity rate, dan heb je COVID goed onder controle. We zitten daar nog niet. We zitten nog tussen de 10% en 13% tot 15%. Het moet nog lager. Dus we roepen u op, laten we gezamenlijk doorgaan. We hebben al kunnen aantonen dat we van 40% naar 10% tot 15% kunnen. Dus laten we met z'n allen nog verder doorgaan om ook die 5% te bewerkstelligen. En laten we zeggen als natie dat we het samen hebben kunnen doen en dat we de wil hebben getoond om zaken te offeren die later weer gaan kunnen, na een jaar of na een half jaar, zodra we weer gevaccineerd zijn of zodra COVID veel minder is in de wereld, dat we weer gaan kunnen feesten. Maar voor nu, het gaat niet lukken. Laten we met z'n allen proberen die offers te brengen. Straks hebben we nog een paar grote evenementen. Diwali is op komst. Srividensi is op komst. Kerst is op komst. Nieuwjaar, oudjaar, onze traditionele Oroyari vieringen wordt nu over nagedacht. Hoe gaat dat? We kennen onze traditie die we hebben internationaal, die we zien dat bekend staat als de Oroyari viering. Ook daar gaan we als natie bereid moeten zijn om anders naar te kijken. Ik praat tot het volk en ik zeg de mensen, ik zeg dagelijks aan mensen, we moeten leven in een nieuw normaal. U heeft het ook van president Chan Santokhi gehoord. We gaan moeten leren leven in het nieuw normaal. In de ziekenhuizen is het aantal COVID-19 patiënten flink gedaald. En met een normale bezetting kunnen ze de reguliere zorg aan personen met chronische aandoeningen weer opschalen. Met normalisatie van het onderwijs en het openbaar vervoer breken er voor onze gezondheidsautoriteiten uitdagende tijden aan. We moeten waken voor een heropleving van het aantal besmettingen als we niet veilig omgaan met het nieuwe normaal. Dat zegt dokter Maartelise Eersel, crisismanager van het COVID-19 Outbreak Management Team. Daarom zijn zaken als uitbundig feesten en indoor dineren voorlopig nog uit den boze. Ja, we hebben de afgelopen 3 weken een gestage daling gezien van het aantal nieuwe coronabesmettingen. En we zijn daar heel blij mee, wij allemaal, heel Suriname. Er zijn nog wel wekelijks het aantal nieuwe besmettingen, maar het is veel lager dan het 3 weken geleden was. En dat betekent dat al de maatregelen die wij getroffen hebben, dat die effect hebben gehad. Het is nu zaak dat wij met z'n allen gaan naar een nieuw normaal. En dat betekent COVID-veilig leven, COVID-veilig transport, werk, recreatie, religieuze activiteiten enzovoort. We zien ook dus dat er veel minder mensen in de ziekenhuizen liggen. Op de isolatieplekken als KKF, Residence Inn, Iwanica. Die isolatieplekken liggen voor minder zelf dan een kwart vol. Er liggen heel weinig mensen, ook in de ziekenhuizen en ook in de IC's. Wij gaan dus nu naar een andere fase waarbij de ziekenhuizen weer hun reguliere zorg kunnen opschalen. Want dat is een beetje verwaarloosd. Mensen met chronische ziekten die zorg nodig hebben, die moeten weer die zorg krijgen. Dus we gaan naar opschaling van de reguliere zorg, de reguliere gezondheidszorg, vooral de zorg van de mensen met chronische ziekten en andere aandoeningen. En we gaan de COVID-zorg dus op bepaalde plekken weer concentreren. De komende tijd wordt een spannende tijd, want de scholen gaan open. Schoolprotocollen worden besproken met het ministerie van Onderwijs. Er is ook een protocol voor de internaten en voor de crèches. En het personeel moet heel goed getraind worden wat te doen als je een kindje hebt dat ziek is. Al die zaken worden de komende dagen en de komende week worden die goed doorgenomen, zodat we een redelijk goede start hebben bij de aanvang van het nieuwe schooljaar. Het busvervoer is begonnen en er is een busprotocol. En ieder moet zich daaraan houden. Er zijn buscontroleurs.
Maar de beste controleur is de passagier. Die kan de ander op aanspreken of de buschauffeur erop aanspreken als er dingen gebeuren in de bus die niet die COVID-onveilig zijn. Ieder moet een mondkapje op, de ramen moeten open, de bussen kunnen niet propvol meer zijn als vroeger. Dus degene die gebruik maakt van de bus, die is de beste controleur. Eigenlijk zijn we niet helemaal open, want je mag nog niet samenscholen met grote groepen. Mag niet feesten, bars, clubs zijn dicht. Indoor dining in de restaurants mag niet. Dus ze zijn nog lang niet helemaal, laten we zeggen, genormaliseerd. Wij gaan de samenleving opstarten, COVID-veilig. Ja, en zodra wij merken uit de cijfers dat er een toename is boven normaal van het aantal positieve gevallen, gaan wij weer op de rem drukken. En dat zie je dat ook in Europa gebeurt en de rest van de wereld. Ze zien een toename en direct worden maatregelen aangescherpt. Hopelijk gebeurt dat niet. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het blijft belangrijk om de COVID-19-regels stipt na te leven. En wie niet wil horen, zal het weten. Er zal echt niet worden gesold met overtreders van de COVID-19-maatregelen. Nou, toen wij binnenkwamen, zagen wij de stoelentafels te dichtbij. Het is niet wat het protocol van COVID eist. Dus hebben we dan gelijk met de persoon ook gesproken. Ook waarschijnlijk hebben ze dat niet in acht genomen. En we gaan nu erop staan om direct de stoelen te verwijderen. De consequenties zijn dat mensen hun vergunningen kwijt kunnen raken. Toch? En door de DC ingetrokken worden. Nou, mijn oproep is, zegt mensen voorlopig feesten aan de kant zetten. Uw gezondheid kan in gevaar komen. En je kan ook thuis gaan, jouw gezin, jouw familie. Dus we kunnen altijd feesten als je gezond bent. Toch? We moeten even volhouden om zonder feest te leven. Als je kijkt, nu de ziekenhuizen zijn leeg, heb ik begrepen via media. Dus laten we zo houden. En voordat ik u laat gaan in deze 46e aflevering van het COVID-19-journaal, herinner ik u er weer aan. Suriname is nog in partial lockdown. Vanaf 8 uur vanavond tot en met 5 uur morgenochtend. Houdt u zich eraan alstublieft. En neem ook de COVID-19-regels in acht. Zoals 1,5 meter tot 2 meter afstand houden, regelmatig de handen wassen en een mondkap opdoen. Zeker in het openbaar. Let goed op uzelf. Dag.